Ik heb veel vette video's dit jaar geüpload, maar dit wordt de allerdikste. Zoals jullie misschien wel weten, ik heb bijna 750.000 abonnees. Dat is 750.000. Dus daarom ga ik vandaag 750 hamburgers bestellen bij de McDonald's. Ik moet nog iets van 20.000 abonnees voor de 750k, voor die 750.000. En eigenlijk is dat niet meer mogelijk dit jaar, want 20.000 abonnees in één maand is best wel lastig. Dus vandaar dat ik deze stunt ook wil doen. Dit gaat me heel veel geld kosten, maar deze video, jongens, jullie gaan niet geloven. Deze video is gesponsord door McDonald's. Dus download nu de McDonald's app en speel mee met de X-Masters. Ja, want je kan prijzen winnen. Hele vette prijzen. Ja, maar ze betalen de hamburgers niet. Nee, de hamburgers moet ik wel zelf afvragen. Dat dan weer wel. We gaan nu gelijk naar de McDonald's. Dan gaan we die 750 hamburgers bestellen. En dan gaan we alles opeten. Dus jullie weten wat jullie moeten doen. Staat er nog niet zo'n grijs geabonneerd dingetje in jouw scherm? Staat er nog zo'n rood balkje met abonneren? Klik dan nu op dat knopje. Klik. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Want dit is de grootste stunt van het jaar. Ik wil echt die 750k halen. Als het niet lukt, dat is wel echt diep triest. Ja. Waarschijnlijk gaat het ook niet lukken. Ik moet nog 20k. Dus geef je 1000 euro aan hamburgers voor niks. Nou, 20k in één maand. Dat is me nog nooit gelukt volgens mij. Nou, we gaan, let's go! Let's go! We zijn er dan. Ik ben oprecht gewoon gespannen voor deze. Normaal gesproken dan boeit het me helemaal niks. Moet je ook wat drinken erbij? Ik heb best wel een droge keel. Ik wil even een watertje of zo. Twee watertjes. Dan moet ook een beetje op dieet letten. Oké, ik heb mijn portemonnee mee, gelukkig. Ik hoop, wacht. Misschien heb ik geen saldo. Uh-oh. Goedemiddag, welkom. Mag ik uw bestelling nemen? Hey, goedemiddag. Zou ik 2 cola light mogen? Zeker. Medium. Ja, doe maar small. Beide klein? Ja, beide klein, ja. En zou ik 750 hamburgers mogen? Dat meen je niet. Want dan zou je rond 8 uur terugkomen en die burgertjes klaarstaan. Zou dat ook kunnen? Dat ik nu afreken en dat ik ze dan op kan halen? Ja, wat mij betreft wel. Ga ik even overleggen. Jeroen, wat een geniaal idee. Tuurlijk, waarom zouden we wachten? Even afhalen, man. Tuurlijk, let's go. Ja, dat is in principe geen probleem. Nou, dan doen we dat. Prima. Mag even door naar het Istra. Top, doen we dat. Bedankt. Wat een legend. Heerlijk. Nou, ik denk trouwens niet eens dat het in één keer past in deze auto. Ik heb veel kofferbakruimte, maar ik denk dat we wel een keertje heen en weer moeten rijden. De grootste reden waarom ik dit eigenlijk eerst niet wilde doen is, waar moet je heen met het voedsel? Ik eet misschien 10 burgers op, jij eet er 10 op. Dan hebben we nog steeds 730 over. Maar jij krijgt een zak mee naar huis van 100. Oh nee. Ik geef mijn ouders een zak van 100. Oh, en nee. Die delen het maar weer uit. Ik geef mijn hele familie een zak. Ik geef al mijn vrienden een zak van 100 hamburgers. En dan komt het vanzelf op. Ik ga niks weggooien. Echt niet. Echt, dat beloof ik. Dat ga ik niet doen. Hey, goedemiddag. Daar waren we weer. Had je drinken nu wel gewild? Ja, graag. Dat zou top zijn. Oh, kijk. 942. Oh, hij heeft hem gepakt. Is er ooit zo'n bestelling geweest? Nee, dit denk jij de eerste. Ja? Wat is de hoogste ooit? Of was ik dat ook, de vorige? 50 Happy Meals. Mijn 50 Happy Meals? Wauw, ik schrijf hier geschiedenis. Hey, bedankt hè. Doei doei. Ik heb hier vast te drinken. Ja, yeah, super. Zit erbij, ja, top. Hey, hartstikke bedankt. Yes. Nou Jeroen, we hebben 2 van deze jongens voor, maar liefst. En kijk, en ik heb de bon. Het is bewijs. Oh damn. Bewijs. 942 euro. Yes. Nou, 940 euro voor een cola. Top. Lekker man, geniet ervan. Laat hem smaken. Oh, wat heerlijk. Ja, jullie zijn waarschijnlijk wel heel erg benieuwd waarom deze video gesponsord is door de McDonald's. McDonald's heeft namelijk jaarlijks een event in de McDonald's app. En dit jaar hebben ze de X-Masters. X-Masters is namelijk een event en daarin kan je minigames spelen. Je kan van 1 tot 23 december kan je minigames spelen. En op 23 december is er een endgame. En je mag meedoen aan die endgame als je X-medals behaalt. Elke dag kan je een X-medal behalen. En als je 15 van de 30 X-medals hebt behaald, dan mag je dus meedoen aan die endgame. En elke dag kan je hele vette prijzen winnen. Oké, ik ga nu even een spelletje spelen. Lekker op Big Macs remmen. Tappen is rammen. Oké. Okay. Ik moet minimaal 100 binnen de tijd raken. En dan krijg ik die X-medal. En die heb ik natuurlijk nodig. Oké. Okay. Oh, takte. Oh, het is zo. Oh, oké. Okay, oké. Okay. Oké, okay, dit moet kunnen. Dit moet sneller doen. Dit moet sneller. Het is namelijk best wel moeilijk volgens mij om zo'n X-medal te behalen. Dus ik ga erg goed mijn best doen. Oh, als ik eentje mis ram, jongen. Dan ben je volgens mij gelijk game over. Oh. Oké, okay, ik doe het best clean. Auw, ik finesse hem keihard. Ik doe het echt clean. Dit gaat nu wel langzaam, oké, ik heb hem bijna. Oh, we gaan zo snel. Ja, en we hebben hem of niet? Ah! Ik heb er 115, dus nu krijg ik de X-medal. Kijk, hij laat hem nu ook super chill. En daar heb ik hem. De Burger Basher Medal. Dus dit is al een van die medals. Maar deze minigame was voor 1 december. Dat is natuurlijk al lang geweest. Dus ik kan hier nu geen prijzen meer voor die dag mee winnen. Maar ik ga natuurlijk voor die end battle. Dus top, ik heb de X-medal te pakken. Dit is al een van de 15. Als je daar dus 15 van hebt, dan mag je dus meedoen aan de endgame. We gaan om 8 uur terugkomen en dan krijg ik dus de 750.
50 hamburgers. Ik heb dus al betaald. Dus ik krijg ze dan sowieso mee. Ik ben benieuwd hoeveel tassen we krijgen. Want in zo'n tas kunnen denk ik echt best wel veel. Ik denk dat in één tas wel iets van 100 hamburgers kunnen. Dus ik nee, denk, 100? Oh, nee. Die tassen, je hebt de grootste formaat tassen. Die zijn zo breed. Zo hoog ongeveer. Daar passen ze echt wel in. Wacht, gooiden ze tegenwoordig de burgertjes ook niet in bakkies? Nee, ze doen het in zakjes. De burgers zitten in zakjes. En daar heb ik dus 750 van. Ik kan me zo niet beseffen hoeveel 750 is. Nee, 750 is echt veel. Ik heb een keer 50 besteld, een keer 20 besteld. Mijn dikste bestelling is volgens mij nog steeds de kipnuggets. Ik had toen 1000 kipnuggets natuurlijk. En ik heb natuurlijk de Happy Meals ook nog gedaan. Die was ook best wel groot. Maar dit is echt by far de grootste. Ik doe het maar voor één ding. Puur voor die abonnees. Als ik hiermee niet die abonnees bereik, dan is het allemaal voor niks geweest. Zo, ik lig nu even op mijn achterbank. Kijk, ik heb de stoel even naar voren geklapt. Want hier komen zo alle tassen te staan. Best wel veel ruimte. Dus dit moet denk ik wel net passen. Ja, we moeten nu toch even wachten. Dus ik ga nog even wat X-medals proberen te halen. Zoals jullie zien, ik heb al behoorlijk wat X-medals. Volgens mij heb ik het al 6 of zo. Kijk, ik heb een Snowmaker. Die heb ik al te pakken. En ik weet vrijwel zeker dat ik mee mag doen aan die endgame. Want ik ga gewoon elke game, elke dag spelen. We gaan nu even gauw die van 6 december doen. Want die heb ik nog steeds niet gehaald. Puzzelen maar. Oké, ik moet puzzelen. Let's go. Oh, dit is niet zo moeilijk, man. Oh, wacht eens even. Dit is best wel moeilijk. Oh, nee. Dit haat ik. Ik kan dit niet. Ik kan niet puzzelen. Oké, het gaat best goed. Oh, ik moet een stukjes brood omhoog krijgen. Hoe doe ik dat? Oh, dit gaat best nice. Oh, dit lijkt best wel moeilijk, maar het valt nog wel mee. Oh, dit gaat helemaal fout. Dit gaat echt helemaal fout. Check deze burger. Yo, wat is dit? Hoezo klopt dit niet? Tuurlijk klopt dit niet. Wat ben ik dom. Juist. Kijk, nu heb ik hem bijna. Nu heb ik hem echt bijna te pakken. Yo, oprecht. Ik ben al bijna 10 minuten bezig. Ik kom er niet uit. Kijk, het lijkt zo makkelijk, maar elke keer moet je weer alles verschuiven en nu zit alles weer dom. Weet je wat? Ik klik hem lekker weg. Doe lekker deze zelf thuis maar. De link van de McDonald's app staat in de beschrijving, dus download die app nou even. Wauw, ik moet me echt diep schamen dat dit gewoon niet gelukt is. Ik doe nu gelijk die van 7 december. Als deze niet lukt, dan ga ik die hamburgers ook niet krijgen, vind ik. Zo simpel is het. Oké, tap de hamburgers die voorbij komen. Hoe meer, hoe beter. Oh, dit is niet zo moeilijk. Hoe meer, hoe beter. Oké, ik moet er 100 raken voor die X-medal. Oh, wat gebeurt? Ik klikte erop. Oh, of toch niet? Ik weet het niet. Nee. Hoeveel mag je missen? Waarom was... Ah! Ik heb er drie gemist. Kom op, ja, we hebben hem. We got hem. Oh, dit is gewoon op tijd. Wauw, ik mag zoveel missen als ik wil. Je moet gewoon op tijd. Oh, ja, easy peasy, lemon squeezy. Let's go, dude. Ja hoor, we zitten gewoon op die mooie 120. Let's go, 122. Loading X-medal. Kom maar door hoor met die medal. Ja hoor, lekker man. Burgerpoppen, nice. Thank you. Wat is dit nou weer? Helaas, McPindakaas. Rozen zijn rood, Big Mac zijn lekker. Je hebt niets gewonnen, dus balen als een stekker. Ja, dat is zonde. Ik ga gewoon door tot ik wel iets win. Ja, laten we die hamburgers ophalen. Nou Jeroen, wat tijd dat we de zakjes mee gaan nemen. Ja, ja. Ik heb er zin in. Hij gaat echt kapot van honger. Ja, ik heb zo belachelijk. Ik heb de hele dag nog niks gegeten. Ik heb ook een beetje trillende handjes. We hebben beide heel erg veel honger. Oh, dit zijn trouwens de tassen die er nu al staan. Check dit. Sick, hè. Enorm veel. Pittig veel tassen. Er komen tassen en tassen bij. Het grootste formaat tassen natuurlijk. Allemaal bomvol met hamburgers. Een paar seconden later en de tafel staat vol. Dit slaat nergens op. Echt. De tafel staat gewoon vol. Kijk dan. We hebben nog één zak nodig. Oh, dit hier kan ik niet tegen. Wat, mister. Hier past nog één zak. Oké, ik laat je dit even zien. Dit is insane. Dit slaat helemaal nergens op. Kijk naar al die zakken. Dit is bizar. Elke zak zit gewoon... Ik denk dat hier iets van 40 hamburgers zitten. Ik heb zoveel honger. Elke zak zit bom, maar nog bom vol. Dit is niet normaal. Het is mijn burgertje. Oh, nee, we hebben nog maar 749. Nee. Oké, ja, de tafel staat op bomvol. Zelfs die tafel daar begint ook al vol te raken. Dus we gaan de auto inladen. Yes, let's go. Hebben we zin in. Oké, even een leuk feitje. We hebben in totaal 30 tassen. In elke tas zitten 25 burgers. Zoals je ziet, het zijn 6 rijen van 4 en eentje erbovenop. Dus steeds 6 rijen van 4, eentje erbovenop. 6 rijen van 4, eentje erbovenop. Dus in totaal 25 burgers per tas. En in totaal 30 tassen. En kijk, dit is tas 29, dus er komt nog eentje bij. En dan hebben we alle burgers. We hebben de burgertjes binnen, hoor. Hé, hey, hartstikke bedankt. Hoi, hoi. Jeroen, de laatste. Gast, je kan niet mee. Gewicht even, kijk dan. Oprecht zwaar. Dit is echt, denk ik wel, iets van 10 kilo, 20 kilo per 4 zakken. Kijk, Jeroen, dit is echt een spektakel. Moet je dit zien? Check wat er blijft gewoon niks van die auto over. Let's go! Helemaal cool. Let's go! Het past gewoon niet. Het past letterlijk gewoon niet. Ik heb zoveel kofferbakruimte. Even kijken. Hoppa! Nog plek voor 2 tassen. De laatste 2. Dit is echt oprecht het ziekste wat ik ooit heb gezien. Check dit. Jeroen, de laatste. Het past ook gewoon nog maar net. Het past. Dit is echt insane. Kijk dit shot, het is toch gewoon insane. En de klep.
gaat dicht. De hele auto is beslagen. Wat? Dat komt gewoon van die warmte van de... Ruik je dat? Dit is insane. Ik zie oprecht niks meer. Achter is nog erger beslagen. Auw, ik zie niks. Ik zie voor hem ook niks. Auw, kijk die zakken. We hebben ze. De buit is binnen. 700 meter. Hamburgers. Oké, okay, we zijn thuis en de woonkamer staat gelijk vol met hamburgers. Ja, nu vraag je je misschien af, wat ga je nou doen met die hamburgers? Eigenlijk wil ik gewoon één ding doen. Ik wil de hele woonkamer volleggen met hamburgers. Ik wil echt van die hoek naar die hoek. Overal moet een burger liggen. In het zakje, want ik wil ze niet uit het zakje, want ze gaan op. Maar Jeroen, we hebben nu een heel mooi zakje neergezet, maar ik moet die wel even stofzuigen. Oh, je gaat nog stofzuigen? Ik ga even gauw dit gebiedje stofzuigen, want wij willen natuurlijk geen troep op onze burgers. En het is hier best wel vies, dus we gaan het... Hier spikken spanmakers, je moet van de vloer kunnen eten. Want dat gaan wij doen. We hebben al beide twee burgers op en ik ga er minimaal 20 killen. Ik ga er 20 killen. Doe ik! Stofzuigen! Let's go! Zo. Vloer is spik en span. We moeten sowieso even een pad hier behouden. Dat lijkt me heel erg handig. En gewoon van die zijpaadjes. Want je mag natuurlijk niet op een hamburger staan. En elke hamburger moet gewoon strak tegen elkaar aangelegd worden. Er is werk aan de winkel. Wat moeten we doen? We laten hier een pad open. Ja? Ja? En dan gaan we hier zijpaadjes maken waar je steeds langs kan lopen, ja? Wil je ook dat de tekst hamburger, dat tuurlijk gelijk staat? Je moet het spiegelen. Ben je vakkenvullen geweest? Ja! Ja! Ik heb nog steeds spiegelen dromen. Ondertussen gaan we even lekker een burgertje eten. Mm. En de grap is, ik wil niks photoshoppen voor de thumbnail. Alles moet echt zijn. Overal moet een burger liggen. Dus daar gaan we dan. Kijk hoe snel het gaat. Ik kan ze heel makkelijk aanschuiven. Hier moet je kijken. Oh, dit zijn twee tassen, hè. Kijk wat twee tassen al doet. Ik ben trouwens lekker bezig. Dit is nummer 4 ondertussen. Eén hamburger van de McDonald's heeft 253 calorieën. Oeh, ja, dat vind ik leuk. 750 ja keer 253, hè? Ja. 253. 189.000 calorieën. 189.000 calorieën. Yo, ik zit oprecht even te denken, hè. Hebben wij niet gewoon een wereldrecord? Ik maak even geen grap. Ik denk dat nog nooit iemand wereldwijd zoveel hamburgers heeft besteld. Kan iemand het googlen of zo? Ik weet het niet. Laat even weten in de comments. Het staat niet eens allemaal op beeld. Kijk dan, dit is alles. Wauw. Yo, 750. Voor de minigame van vandaag kan je echt een zieke prijs winnen. Je kan namelijk echt een dikke tv winnen. En daarvoor moet ik een spelletje spelen. Die ga ik nu even spelen. Kijk, dit zijn gewoon kipnuggets. En je moet op de kipnuggets klikken. Het is heel erg simpel. En dat is dus het spel wat je vandaag kan doen. En hiermee kan je natuurlijk weer een X-medal verdienen. En daarmee kan je flinke prijzen winnen. Ik ben game over. Wauw, dit is echt best wel slecht. Speel ook vooral deze game even. Check de link in de beschrijving naar de McDonald's app. Dit zijn bijvoorbeeld prijzen die je kan winnen. Yo, check eens even. Dit is toch niet normaal? Flinke prijzen in ieder geval. Oh, wat een avond. We hebben echt bijna elke hamburger weggegeven. Het is nu inmiddels de volgende dag en ik heb nog één zak over. Ik denk dat hier nog iets van 30 in zit of 20. En deze ga ik bij mijn ouders brengen. Die hebben ook nog geen zak gehad. Dus dat is de allerlaatste. En dan hebben wij alle 750 hamburgers weggegeven. Min natuurlijk de hamburgers die we zelf hebben gegeten. Echt dikke shout-out naar de mensen die mij geholpen hebben dit uit te delen. Want het zou me echt alleen nooit lukken. Mijn cameraman heeft bijvoorbeeld echt iets van 400 meegenomen. Die heeft het weer onderling verdeeld met al zijn vrienden. Heeft een oproep gedaan. Dus dat is gewoon hartstikke lekker. En nu heb ik dus nog maar één zakje over. Ik heb net zelf ook nog één hamburgertje gehad. Ze zijn best wel lekker. Je kan ze dus in de oven doen of in een tosti-apparaat of in een magnetron of zo. En dan worden ze best wel weer vers. Dus heel erg nice dat alles is opgekomen. Geen food waste. Dat is hartstikke top. Ik ga de laatste zak wegbrengen. Let's go. Jongens, bedankt voor het kijken naar deze video. Klik op het duimpje omhoog. En als je een hamburger wil, dan moet je even abonneren. Ik had de 750. Ik kon het aan jullie geven. Maar heb ik niet gedaan. Want het moest zo snel mogelijk verdeeld worden. Omdat ze natuurlijk niet super lang vers blijven. Bedankt voor het kijken. Download dus de McDonald's app in de beschrijving. Tot de volgende keer. Later.